Het bevrijdingsvuur is zaterdag door loper Sander Nijssen vanuit het Britse Ereveld in Mierlo naar Mijl gebracht. Er wordt op deze manier herdacht dat de Peel 76 jaar is bevrijd. Burgemeester Delissen ontving het vuur en overhandigde dit aan kapelaan Manen. Goed gegaan. Ja? Veilig in Mijl gebracht. Goed zo. Nou, je hebt veel wat kilometers in de benen, toch? Ja, niet alles, hè? Nee, maar goed. Tijd schemen, ja. Nou, dan mag hij doorgeven. Ja. Hij komt uit Frankrijk, hè? Als het inderdaad, goed is. Ja. Ja. Nou, dan ga ik hem hier brengen. Ja, het weer was goed, dus het was heerlijk lopen weer. En met zoiets bijzonders bij je is het goed te doen. Het was leuk, bijzonder. Dus ja, dat is een hele afstand. En vanwege de tijd hebben we een gedeelte met de legerjeep hier naartoe gebracht met het vuur aan. En het eerste en het laatste stuk hebben we al lopend volbracht. Dus, en volgende week vrijdag zullen we al lopend vanuit hier naar Belfort het vuur overbrengen. Het vuur zal in de kerk branden en wordt naar de Vossenberg gebracht, waar er in besloten kring een herdenking is. Dan kun je elke dag even komen kijken, want tot volgende vrijdag brandt hij hier in de gemeente Peel en Maas, hier in de kerk.